Wat is dit? Zag je dat? Wat? Die verbaasde blik. De meeste mensen staan raar te kijken als er een pistool op ze gericht wordt. Jongens, dit geloven jullie niet. Dit hier is Henk Vaanhof. Dat geloven wij best, hoor. Die is vanmorgen vrijgekomen uit de gevangenis nadat hij 8 jaar heeft gezeten. Buren niks gemerkt? Nee, een studentenhuis. Daar loopt hij van alles naar binnen en naar buiten. Ja, met de markt hier voor de deur hoor je natuurlijk helemaal niks. Zit je 8 jaar in de bak, kom je thuis, vervolgens bang. Vandaar die verbaasde blik. Ja, het zal maar een verrassing geweest zijn, hè. Het enige wat wij moeten weten is wie heeft er het geduld gehad om hier 8 jaar op te wachten. Zo, heerlijk. Hier hou ik nou van. Waarvan? Nou, een overzichtelijke zaak. Oh, je hebt hem al opgelost? In theorie, ja. Nou, vertel maar dan. Een moord moet te maken hebben met de zaak waarvan Henk heeft vastgezeten. Kan. Straf alleen was niet genoeg. Mogelijk. Dus het enige wat wij hoeven te doen, is het dossier lichten. Mm-hmm. De naam van de moordenaar moet daarin voorkomen. Dus als jij dat dossier nou even uitzoekt... Ja, waarom ik? Omdat ik wat belangrijks heb te doen. Ik ook. Ik moet namelijk heel dringend even Hetty spreken. En jij? Ik doe het wel weer even. Cadeau zo is zo terug. Oh ja, tuurlijk. Hetty. Venus. Zo. Ja? Ik zou je even willen spreken. Moet dat nu? Nee, nou ja, het kan ook vanavond. We kunnen ergens wat gaan eten of zo. Jeetje, Rinus. Zal ik iets luchtigs aantrekken? Ja, Hetty, het is serieus. Ik heb gewoon het idee dat het niet zo goed met je gaat. Oh, mij gaat het prima hoor. Gaat het met jou wel goed? Oké, we gaan praten, maar vanavond kan ik niet. Ik kijk wel even in mijn agenda. Ik heb vast nog wel ergens een gaatje over. Hetty. Dan hoor ik het nog van je. Ja? Ja, oké. Ik ben even weg. Zeg, weet jij dat? Die dossiers staan toch in computerbestanden? De meeste van de afgelopen jaren staat in het Centraal Archief, ja. Dat hebben ze dan behoorlijk onzorgvuldig gedaan. Van die Vaanhof heb ik alleen maar een foto en zijn Sophie-nummer. En daar heeft hij niks meer aan. En die ziet er ook niks meer op. Hey. Ja, ik heb er wel kijk op. Is dat toch met die dossiers tegenwoordig? Ze zijn of onvolledig of ze zijn zoek. Ja, dan kijk je even in het oude archief. Ja, hallo, daar ben ik een paar dagen mee kwijt. Nou, dan neem je even contact op met de gevangenis, dan weet je het ook. Oh, los ik tegenwoordig moorden in mijn eentje op? Jij had een theorie, ik heb even wat anders te doen. Ja, ja, jij moet achter Hetty aan. Ik weet dat het raar klinkt, maar ik heb het gevoel dat ik Hetty moet helpen. Rinus. Hetty is een collega van ons. En we weten allebei, er is iets aan de hand. Ik snap jou wel.
Sommige mensen die willen niet geholpen worden. Geloof mij nou, Hetty wil niet geholpen worden. Kun je er nou zo zeker van zijn? Hé, hey, Cardozo, zoek even uit in welke gevangenis Falof heeft gezeten. Alsjeblieft. Ja. Hoe weet zo'n man dat nou, hè? Dat iemand niet geholpen wil worden. Hm? Jij krijgt zo het baasje eerst. Ja. Je krijgt zo. Ja, met Rinus. Hi. Hoe gaat het met je? Ja, met mij ook. Hey, heb jij vandaag misschien wat tijd voor me? Ja? Bij jou of bij mij? Ja, daar ben ik weer. Hallo. Hallo? Ik heb even gekeken, maar wij hebben hier alleen maar een status van hem. En wat valt daaruit op te lezen? Ja, niet zoveel. Wat aantekeningen over de afgelopen jaren. Niks interessants, vrees ik. Cardozo, geef eens een asbak. Je mag hier niet roken. Wat laat er nou toch op, man? Ik moet gewoon even die kauwgom kwijt. Pardon? Neem mijn kauwgom. Ik had het niet tegen u. Wat was het voor iemand? Rustige klant. Ja, ik kende hem eigenlijk niet zo goed. Bezoek? Weinig. Zijn moeder. Ja. En waar zat hij voor? Doodslag. Wat zei je? Doodslag. Oh, gezellig. En weet u misschien ook wie het slachtoffer was? Ik heb hier niet de beschikking over het volledige dossier. Dan moet ik toch echt even justitie bellen, denk ik. Ja, nee, daar was ik al bang voor. Oh. Ik zie hier trouwens wel dat hij onlangs 4 dagen in de isoleer heeft gezeten. Oh. En waarom zat hij daar? Ja, meestal heb je dan de orde verstoord, hè? Gevochten of zo. Weet u ook met wie? Met wie? Ja. Met wie? Nou, dat zou ik dan even moeten navragen. Halleluja. Man. Zeg ik het dan zo, ik ben naar huis. Je bent dikker geworden, hè? Dank je. We gaan verder. Overdag een collega zoals ieder ander. Prima verzorgd, ziet er goed uit. Misschien wel iets te goed. En s'avonds is ze cool girl. Het is geen incident. Nee. Ik heb een paar keer voor de deur gepost. Het is steeds hetzelfde patroon. Ze komt thuis als Hetty. Ze gaat naar binnen. Na een tijdje komt er een taxi. Dan komt zij weer naar buiten. Soms met een pruik op. En de ritjes gaan altijd naar de duurdere hotels. Het spijt me, Rinus, maar ik kan zo ook niet zeggen wat er met haar aan de hand is. Heel algemeen gesproken zie je dit beeld vaak bij mensen die in hun jeugd ernstig zijn getraumatiseerd. Seksueel? Bijvoorbeeld. Vaak kunnen dat soort meiden zich in de maatschappij goed staande houden. Gedegen opleiding, goede baan. Maar de drang om wraak te nemen op het verleden blijft. Door de hoer te spelen? Ja. Ze willen macht over mannen. Zij bepalen nu de regels. Ja. Ze laten zich nu betalen voor iets wat vroeger ongevraagd genomen werd. Precies, en het geeft ook luxe. Ze zal zich willen verwennen, willen koesteren. Afkopen van schuld. Schuldgevoel. Ja, nee, dat bedoel ik natuurlijk. Schuldgevoel. Ik denk toch dat het beter is als jij met haar gaat praten. En als je weer eens naar de sportschool gaat. Kan ik nou kiezen? Ik kan toch niet door de telefoon kiezen, man? Nee, ik kan niet zomaar even langskomen, want ik werk overdag. Oh ja, u werkt ook overdag. Nou, dat is een mooie boel. He, op de momenten dat ik langs zou kunnen komen, dan ben je er helemaal niet. Enkel. Heet hij er niet?
Ongelooflijk dat ze überhaupt zo'n toko kunnen draaien. Volgens mij hebben ze alleen maar werkeloos als klant. Hetty. Ja, is er niet. En ik ben er ook niet. Is er iets? Nee, dat is helemaal niets. Ja, we zitten met een lijk. En ik moet een uiterst belangrijke privézaak regelen. En ik heb een collega die een beetje achter zijn eigen ideetjes aan hobbelt. Maar verder is er niks. Adjudant. Wat is het nou voor privézaak? Ik heb... mijn vrouw die... Dan niet. Hier, wacht, hier. Hey, zit. Houd zit. Goed zo, je bent een braaf hond. Goed zo, braaf. Geef even een bakje water voor dat beest. Voor die hond? Ja, die hond heeft dorst. Ik wil hem helemaal niet voor de deur. Dat schrikt bezoekers af. Jij gaat nu een bakje water geven, anders ga ik hier voor die deur zitten en dan komt er helemaal niemand meer in. Goed zo. Fritje is braaf. Hè? En als je klaar bent met die hond, wil je mij dan een broodje pekenvlees serveren? Ik zie je vriend niet. Ik heb over Brigadier de Gier. Die is inderdaad afwezig. Zit hij achter die moordenaar van de avondwinkel aan? Wat lul je nou? Henk Vaanhoff. Die gisteren werd neergeschoten, terwijl hij net was vrijgelaten. Die noemen ze hier in de buurt de avondwinkel. En waarom? Omdat je bij hem alles kan bestellen, ook al zijn de winkels dicht. Hij deed in gestolen wagen. Dat zeg ik. Maar als je dan eerlijk, ik heb nooit iets van hem gekocht. Nee, natuurlijk. Zeg, waar blijft mijn broodje? Ik sterf van de honger, man. Is toch erg, hè? Ja. Je hebt net 8 jaar gezeten. Omdat je Tony Hogendoorn naar de andere wereld hebt geholpen. Tony Hogendoorn? Weet je dat niet? Man, de buurt stond op zijn kop. Nou, de familie Hogendoorn was daar niet erg blij mee. Nee, nee, dat weet ik, ja. Ja. Ik geef het door aan adjudant. Dank u wel. Voor Grijpstra? Ja. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar hebben jullie ruzie of zo? Nee, we hebben geen ruzie. Wat is er dan aan de hand? Cardozo, moet jij niet iets doorgeven aan Grijpstra? Ja, van de gevangenisdirecteur. Laat je de meiden niet ophouden, joh. Heb jij het niet gezien? Nee, meneer. Ziek gemeld? Nee, helaas niet. Is er iets dat ik zou moeten weten, Rinus? Het plaatst onze Hetty in een geheel nieuw daglicht. En op de een of andere manier verbaast het me niet echt. Maar wat wil je ermee, Rinus? Het bevalt me niet. Er gebeuren de laatste tijd dingen die... Voorbeelden? De verdwijnen dossiers. Grosse Nipper. Er worden dingen gekopieerd die helemaal niet gekopieerd mogen worden. En dat allemaal door Hetty? Dat weet ik niet. Waarom zou ze dat doen? Misschien omdat ze gechanteerd wordt door iemand die van haar dubbele leven af weet. Dat is natuurlijk mogelijk, ja. Ze reageert op geen van de bekende telefoonnummers. Nou, geef haar nog maar even de tijd. Er valt intussen genoeg te doen. Of lost adjudant Grijpstra de zaken tegenwoordig in zijn eentje op? Liever niet. Adjudant. Cardozo, kleine vriend. Ik heb net heerlijk geluncht. Ik heb een voorraadje meegenomen, maar volgens mij vreet je nog wel een paar broodjes over. Ik heb net de tosti op. En ik heb de naam van die gozer met wie Vaanhoff in de gevangenis heeft gevochten. Wat, vertel. Hogendoorn. Hogendoorn, Tony Hogendoorn, maar die is toch... Nee, René. Maar ze zaten een paar maanden vast voor iets onbenulligs, volgens die directeur dan. De man die alles weet. Dus het toeval, familie... Nou, laten we eens kijken waar ze uithangen. Boterdiepstraat 24, 2 hoog. Grote Cardozo. Toch geweldig. Heb jij dat gevoel nou ook? Welk gevoel? Nou, dat we Brigadier de Gier helemaal niet nodig hebben. Dat gevoel heb ik al jaren. Moeten jullie van mij?
Nou, we komen niet voor u, mevrouw. We zijn op zoek naar René. Waarvoor? We willen hem een paar vragen stellen. Oh, wat dan? Nou, dat... Mijn collega bedoelt dat we René graag een paar vragen zouden willen stellen. Dus we willen weten waar hij uithangt. Weet ik veel. Ja, zo'n jongen is volwassen, hè? Dat zou je anders niet zeggen. Hè? Een paar weken geleden heeft hij gevolgd in de gevangenis met Henk Vaanhoff. Nou en? Nou, Henk Vaanhoff is nu dood. Zal ik jou eens wat zeggen, meneer de klootagent? Mijn zoon Tony is dood en dat heeft die kankerleier van de Vaanhoff gedaan. Dus ik ben blij dat hij is omgelegd. Maar daar heeft mijn Renéetje helemaal niks mee te maken. En ik weet niet waar hij is. En dus zodemiet er nou mijn huis maar uit. Hup, weg, iedereen. Move. Beetje tempo, jongens. Ja. KX. Ja. Oké, dankjewel. Die woning staat op naam van Vaanhoff, maar de huur is de laatste jaren betaald door Carla Konings. Goedemiddag. Ik wist niet dat jij je weer met de zaak bemoeide. Je kan toch helemaal niet zonder mij? Maar volgens mijn informatie woont ze er niet permanent. Ik heb een nummer van haar in Antwerpen. Nou, dan moet je maar eens nagaan of er een relatie is tussen die Vaanhoff en die Karin. Carla. Carla. Venus, kom eens even. Sorry. Wat? Ik... Laat maar even. Nou, dan niet. Zeg, ik heb met WZ gebeld en een beetje doorgevraagd. Uit haar persoonsgegevens blijkt dat Hattie een aantal jaren onder toezicht heeft... Ze heeft onder toezicht gestaan van de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn ze ook waarom? Bij PZ niet, maar je zou een kansje kunnen wagen bij de kinderbescherming. Ja. Maar ja, wat ziet u dan met het lijk? Zo'n lijk is geduldig. Check eerst Hattie nou maar. Kreeg je net het voorlopige rapport van Thea gemaild? Adjudant? Ach, alsjeblieft. Ik ben heel even... Ja? Geen bekende vingerafdrukken? Geen sporen? Nou, behalve die van het slachtoffer. Een wapen? Nee, er worden geen bijzonderheden over gemeld. Nou, dat is ook niet belangrijk. Hè? Zeg, wat sta je daar nou? Ik moet nog even iets doen. Huh? Dat is goed. Het is voor de commissaris. Oh, leuk. Ik wil even met deze mevrouw praten. Carla Konings uit Antwerpen. Snel alsjeblieft. Ik moet mevrouw Grijpster even bellen. Nogal dringend. Cardozo, zoek even alles uit over die vechtpartij in de gevangenis. Hè? Ja, zo kan ik het ook. Neem me niet kwalijk dat ik u heb laten wachten, maar dossiers worden verwisseld. Ja, ze raken zoek. Precies. U begrijpt dat deze informatie vertrouwelijk is? Ja, uiteraard. Wordt alleen maar gebruikt in het kader van deze zaak. Dat is een triest geval. Ik herinner het me nog wel. Het meisje Hattie Mulder werd jarenlang misbruikt door haar stiefvader. Jezus. Ja, er was ook sprake van een zusje. En een moeder? Was er nou geen moeder? Zeker wel, maar dat is nou juist het ongelukkige. Of misschien eigenlijk niet. Ze pleegde zelfmoord. Maar zo kwam de zaak wel aan de oppervlakte. En zijn de beide meisjes onder onze hoede gekomen. Heeft die moeder zelfmoord gepleegd omdat ze wist wat er met de dochter gebeurde? Dat zullen we nooit weten. Wat wel zeker is, is dat mevrouw Vaanhoff een labiele vrouw was. Mm-hmm. Wie? Mevrouw Vaanhoff. Ja, ze heette toch Mulder? Nee, haar kinderen wel. Maar zij heette Vaanhoff. Mulder is, neem ik aan, de naam van haar eerste echtgenoot. De man met wie ze hertrouwde heette Vaanhoff. Tenminste, volgens mijn papieren dan. Hattie hield de naam van haar vader net zoals haar zusje. Carla. Klopt. Kunnen ze roken naar smerige gewanden. Dit is Carla Konings. Ze was al in de stad.
begrijpt haar. Carla Konings, ik hoorde van de moord. U huurde de woning waar de moord heeft plaatsgevonden? Ja, maar ik woon er niet meer. Mijn man en ik wonen in Antwerpen. Hij houdt de woning aan als pied-à-terre. Hij moet regelmatig in Amsterdam zijn. Het huis staat op naam van het slachtoffer. Hij was mijn stiefvader. Henk Vaanhoff is uw stiefvader? Was. Hij is dood. Zo. U klinkt nogal tevreden. Dat ben ik ook. En kunt u ons ook vertellen waarom? Dat is een verdiende loon. Hij neukte mijn zus en heeft mijn moeder tot zelfmoord gedreven. Mijn vader die ging dood toen wij nog heel jong waren. Mijn moeder die kon het niet aan. Achteraf weet je dat mijn zus toen eigenlijk al haar taken heeft overgenomen. Nou, mijn moeder die kon dagen zitten huilen. Totdat Henk Vaanhoff in haar leven kwam. Ja. Zo'n leuke man. Kon ze eindelijk weer lachen. En drinken natuurlijk. Veel drinken. En dan begon Henk te slaan. Nee, later pas. Hij was zo'n kleine scharrelaar. En als hij dan weer eens pech had gehad, nou, dan reageerde hij dat af op mijn moeder. Niet op jullie? Nee. Voor ons had hij wat anders in gedachten. Zoals? Op een avond kwam hij onze kamer binnen. Mijn moeder was ziek of zoiets. Dat hij zin had in wat gezelligheid, zoals hij dat noemde. En of mijn zus daar ook geen behoefte aan had. En ik lag ernaast. Het andere bed. En ik hoorde haar huilen. In het begin dan. Later huilde ze niet eens meer. En heeft hij u ook misbruikt? Daar zorgde mijn zus voor. Als die lul naar mij keek, dan drong ze zich aan hem op. Dat heb ik jaren geduurd voordat mijn moeder erachter kwam. Maar daarna gebeurde het niet meer. Ze kon niet tegen hem op. Hij lachte eruit. Nee, het ging maar door. Totdat hij de fout in ging en voor 8 jaar de bak in draaide. Dat een of andere kerel met een stuk glas zijn nek doorgesneden. En uw moeder heeft nooit iets tegen de politie gezegd over wat er zich bij u thuis afspeelde? Nee. Mijn moeder heeft alle pillen die ze had opgespaard weggespoeld met een fles whisky. Mijn zus en ik hebben het er nooit meer over gehad. Na 8 jaar kwam Henk vrij en heeft iemand hem vermoord. Heeft u enig idee wie dat geweest kan zijn? Ik was het niet, als u dat soms denkt. Mijn collega wil u niet beschuldigen, maar ik... Nee, natuurlijk. Jullie moeten moord oplossen. Ja. Dus wij zijn op zoek naar alibis en motieven. Ik woon en werk in Antwerpen. Ik presenteer daar een consumentenprogramma overdag op de radio. En uw zus, heeft u daar nog contact mee? Zeker. En waar verblijft u momenteel? Hetty. Nou, dat zou u toch moeten weten. Ze werkt nota bene bij de politie. Hoi. Beschrijf ze.
Verhoor 1. En Hetty? Nou, dat had ik ook niet verwacht. Asbak. Ik kamp in mijn bek van dat spul. Ik heb weer gestopt met roken. Ik kreeg iets te veel problemen met mevrouw Grijpstra. Ja, de privézaak. Toen zei ze ineens, nou, we moeten maar gaan scheiden. Je bent er nooit. En als je er bent, dan ben je chagrijnig. Oh. Dus toen dacht ik, wil ik scheiden? Wel lekker rustig. Maar nee, dat wat jij doet, dat kan ik niet. Thuiskomen in een leeg huis. Ik moet iemand hebben om op te kankeren. En we hebben samen een kind. Dus ik heb iets heel ergs gedaan vandaag. Ik heb een reisje geboekt voor 2 personen. Naar Barcelona. Daar wilden ze altijd al naartoe. Dus ik ben vandaag naar het reisbureau gegaan. In werkuren natuurlijk. Hè. Dan heb ik een pak geld neergelegd. En voor het eerst in 6 jaar. Rinus. We lullen eromheen. Ja. We hebben 2 wegen bewandeld. Maar we zijn op hetzelfde pad uitgekomen. Ja. Weet je wat ik het liefste zou willen? Wat ik het allerliefst zou willen? We zouden de zaak natuurlijk ook gewoon kunnen laten rusten. Wat wij weten, dat weet verder niemand. Ik heb voor het eerst in mijn leven gedacht, misschien moeten we deze hele zaak maar vergeten. Maar? De commissaris vraagt naar jullie. Donder toch op, uitslover. Sorry. We hebben een prachtig beroep, heren. Dat mogen jullie niet vergeten. Het is nuttig voor de maatschappij. Mooi, voor de mensen. Ja. De kinderverkrachter wordt doodgeschoten en wij mogen achter zijn slachtoffer aan. Dat is heel mooi. Ik kan niet geloven. Ik kan nog steeds niet geloven dat Hetty die man heeft doodgeschoten. Ze had een motief en geen alibi. Dat weet jij helemaal niet. Jij hebt haar helemaal niet gesproken, voor zover ik weet. Ik heb haar gesproken, net na de moord. En als je iemand hebt doodgeschoten, dan ben je niet zo cool, zo zonder emotie. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Rinus. Ze is precies hoe ze het onderzoek moest vertragen. Ik ben bang dat de adjudant gelijk heeft. Er ligt een duidelijke relatie. Dat kunnen we niet negeren. Maar als je wilt, hou ik je van de zaak. Sans rancune. U na de dood van Henk Vaanhoff nog contact gehad met uw zus? Nee. Echt niet? Nee. Dat is toch vreemd? De man die jullie zulke vreselijke dingen heeft aangedaan, wordt op de dag van zijn vrijlating overhoop geschoten. Dat moet voor jullie toch een feestdag geweest zijn. Jullie hebben niet met elkaar gebeld. Ik hoorde het pas later. Hetty wist het meteen. Op het moment dat de melding binnenkwam, was zij op de hoogte.
En ze hebben niet met u gebeld? Nee. Ik kan het maar moeilijk geloven, mevrouw. Dat spijt me. We kunnen alle telefoongesprekken checken. Dat neem ik aan. Denkt u dat uw zuster uw stiefvader vermoord heeft? Nee. Wat de man ook gedaan mag hebben, hoe walgelijk de feiten misschien zijn, moord is een misdrijf. En het moet worden bestraft. Dat ben ik niet met u eens. Degene die dit gedaan heeft, die verdient geen straf. Die verdient een stoel in de hemel. Uw zus had belang bij zijn dood. Voor ons was dat hele gedoe afgedaan. Het is heel lang geleden. Wij hebben er geen last meer van. Oh nee? Wist u dat Hattie s'avonds bijverdiende als callgirl? Deed ze dat voor de lol, denkt u? Nou, ik begrijp niet wat dit met de zaak te maken heeft. Sorry hoor, maar dit zijn toch privézaken? Ja, dit zijn haar privézaken. En daar wil ik niet over praten en daar hoeft u al helemaal niet over te oordelen. En wat Henk Vaanhoff betreft, daar hebben we het nooit meer over gehad. Daar was ook geen reden voor. Ja, die man die was voor ons al lang dood. Ik heb net contact gehad met België. En Carla heeft inderdaad haar een radioprogramma. Maar... Kom op, Cardozo, maak er geen circus act van. Het programma op de dag van de moord was van tevoren opgenomen. Ze zei dat dat normaal is. Die man van de radio zei het ook. Ze nemen in 2 dagen het programma voor de hele week op. Maar ja, waar ze dan precies geweest was, dat wist ze niet meer. Gewinkeld en zo. Dat geeft er behalve een motief ook gelegenheidje. Net als de zuster. Jij vergeet de familie Hogedoren. Die Renéetje, die heeft dan net zo'n strafblad als zijn broer voordat hij werd doodgeschoten. Ik vind het motief van Hattie sterker. Waarom ging ze er anders vandoor? Omdat ik achter haar dubbelleven gekomen was. Omdat zij bang was dat we erachter zouden komen dat ze daar documenten kopieerden. Omdat... precies op die dag wordt de aanstichter van alle ellende, die wordt voor zijn raap geschoten. Het is wel allemaal erg toevallig. Dat soort toeval bestaat. Ach, maar rot toch op. De Gier. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Sorry, ik moet even weg. Nee. Wat? Zijn er ook harde bewijzen tegen die zuster van Hattie? Een wapen? Heeft iemand er opgemerkt? Verse sporen in het huis? Ik vrees van niet, nee, ja. Het zijn alleen maar verdenkingen. Ja. Sorry, mag ik heel even? Ja, natuurlijk. René Hogendoorn is opgepakt. Wat? Ja, nee, ho. Hij zit in Alkmaar. Hij is betrapt bij een winkeldiefstal. Ja, wat sta je hier dan nog? Dan ga die gozer halen. Ja. Betrapt bij een winkeldiefstal. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar wat een toeval. Wou me spreken?
Als je een dubbele leven leidt, zoals ik, dan loop je het risico dat mensen erachter komen. Ook mensen die iets van je willen. Ja. Nou, in het begin vragen ze je wat lullige bekeuringen te verscheuren. En dat doe je dan, om het dubbeleven niet in gevaar te brengen. Voor je het weet sta je documenten te kopiëren en druk je dossiers achterover. Ja, ik kon niet meer terug. Maar ik wil het er niet meer over hebben. Het is voorbij. Hoe gaat zoiets voorbij? Ik heb die lul vermoord. Ik geloof jou niet. Het is waar. Ik las op het bureau dat hij vrij kwam en... Nou ja, de rest was kinderlijk eenvoudig. Hoe kom jij nou aan een pistool? Rinus, hoe zou een meisje als ik nou aan een pistool kunnen komen? Oh, nou, wat voor merk was het dan? Weet ik niet, daar heb ik geen verstand van. Ik geloof jou niet, jouw zus heeft het gedaan. Wat lul je nou, man? Carla zat in Antwerpen. Nee, dat programma is eerder opgenomen. Er zijn geen getuigen die haar die dag hebben gezien. Zij heeft een pistool gekocht in een Antwerps café. Is ermee naar Amsterdam gegaan. Ze wist dat Henk vrij kwam, want dat had jij tegen haar gezegd. En toen de melding binnenkwam van Henks dood, toen heb jij weer het dossier gerommeld om het onderzoek te vertragen. Ik heb een bekentenis in mijn tas zitten. En die gaat op de post zodra ik ver genoeg weg ben. En Carla heeft hier niks mee te maken. Hetty, alsjeblieft, kom dan mee naar het bureau om daar een bekentenis af te leggen. Nee. Waar ben jij nou bang voor? Rinus, ik ben helemaal nergens bang voor. Ik heb mijn straf wel uitgezeten, geloof me. En nu Henk dood is, heb ik een hoofdstuk afgesloten. En ik ga nu een nieuw leven beginnen. Als een andere vrouw, hoop ik. En met een nieuw verleden. Je zal nooit meer van me horen. Het is heel belangrijk dat je dit goed begrijpt. Sorry. Hetty. Sorry. Helemaal niks meer zeggen, Renéetje. Huh? Nou, ik begrijp jou best. Hè? Henk Vaanhof die heeft jouw oudere broertje Tony van kant gemaakt. En die kom jij tegen in de gevangenis. En dan lach je midden in je gezicht uit. Ja, hij komt over een paar weken vrij. Dus jij slaat hem op zijn smoel. Hè? Alleen Henk Vaanhof die heeft heel hard getraind. En jij niet zo te zien. Dus ja, hij schopt jou helemaal in elkaar. Maar maak jou ook dood, zei hij. Ja, ja, precies. En toen hij uit de gevangenis kwam, dacht jij, ik ben jou voor. Tuurlijk niet, man. Ik ben toch niet gek, man. Nou, daar lopen de meningen over uiteen. Nog nieuws? Nee. Nieuws over Hetty? Nee. Maar Schrijfstra? We zitten in het verhoor met René Hogendoorn. Dat noem jij geen nieuws. Waar is die? Ik wil hem nou zien! Wat hebben jullie met... Blijf met je poten van me af, hufte! Even kappen nou! Over wie hebben we het hier? Of je dat niet weet, klootzak. Wat heb je hem zo gelaten? René, we zien je! René? Ja. René Hogendoorn, die wordt nu verhoord. Hij wordt verdacht van moord. Ik wist het wel. Kom op, René! Hé! Hey! Even geen gelul nou! Waar was je op de dag van de moord? Op een straat, hè? Ja, met wie? Ik ken ze niet en dat wou zij graag zo houden. En waarom ben je dan weggelopen toen die moord gepleegd was? Ben ik weggelopen? Nou, laten we het dan zo zeggen, je was tijdelijk even wat moeilijker te vinden. Kijk, inspecteur. Er zijn wat jongens en die krijgen nog geld, die krijgen nog... Ja, kom maar. Die krijgen nog... Kom maar. Die krijgen nog poen van mij. Ja. En dat heb ik even niet. Dus het was beter om er even
tussenuit knijpen. Waarom, René? Waarom geloof ik jou nou niet? Ik ben blij dat die Ed dood is, eerlijk waar. Mijn Tony was een doodgoeie jongen. Een doodgoeie jongen met een hele rits veroordelingen achter zijn naam. Dat heeft niks te maken met wie die was. Daar heb je helemaal geen weet van. Mevrouw Hogedoorn. Snotneus. Wie heeft Henk vermoord? Ik heb ze niet opgevoed voor de gevangenis. Maar ja, op een gegeven moment neemt het leven het van je over. Hè. Ik heb Tony niet kunnen tegenhouden. Mijn kleine Renéetje ook niet. Is toch geen reden om ze af te maken? En dat dan zo'n secreet weer lachend de bak uitkomt. Ik maak jou ook dood, heb je gezegd. Tegen Renéetje, ik maak jou ook dood. Mevrouw Hogedoorn. Nou, helemaal niks meer over. Helemaal niks meer. Toch? Kan ik nou naar hem toe? Nee, sorry. Als hij verhoord wordt, moet hij hier blijven. Als moeder weet je het, hè. Komt nooit meer goed. Je verliest het gewoon. Je verliest het. Ik heb gewoon verloren. Uitgelachen. Hij heeft je moeder uitgescholden. Hij heeft gespuugd op het graf van je broer. Want je oudere broer die eigenhandig zijn strot heeft afgesneden. Kom op, René, je gaat mij toch niet vertellen dat je dat zomaar liet gebeuren. Niets gedaan. Tony draait zich om in zijn graf. René, luister, ik... Hé, hey. Ja, wat nou weer? Ja, niet nu, alsjeblieft. Wat is dat? Moordwapen. Had die lul onder de onderbroeken van zijn moeder verstopt. Ik heb de nummer. Ze heeft me gebeld. Ik heb de nummer. Ah. Ja? Hattie. Ik wil dit niet, Rinus. Ik weet dat je het niet gedaan hebt, Hattie. Het heeft geen zin meer om op dit nummer te bellen. Je hebt het niet gedaan. Je zuster ook niet. We hebben hier de moordenaar. Hij heeft net bekend. Echt? Echt. Goed. Heel goed. Maar het verandert niets, Rinus. Ik kan niet meer terug. Hattie. Heel even dacht ik dat ze nog terug zou komen. En nu... Ga je nog even mee? Ja. Eentje. Vliegtuig in, achter mevrouw Grijpstra aan, schokken in die stad. Zie je er tegenop? Nee. Gewoon even doorzetten en daarna kan ik weer beginnen met roken.
Zag je dat? Wat? Die verbaasde blik. De meeste mensen staan raar te kijken als er een pistool op ze gericht wordt. Jongens, dit geloven jullie niet. Dit hier is Henk Vaanhoff. Dat geloven wij best, hoor. Die is vanmorgen vrijgekomen uit de gevangenis nadat hij 8 jaar heeft gezeten. Buren niks gemerkt? Nee, een studentenhuis. Er loopt hier van alles naar binnen en naar buiten. Ja, met de markt hier voor de deur hoor je natuurlijk helemaal niks. Zit je 8 jaar in de bak, kom je thuis, vervolgens bang. Vandaar die verbaasde blik. Ja, het zal maar een verrassing geweest zijn, hè. Het enige wat wij moeten weten is wie heeft er het geduld gehad om hier 8 jaar op te wachten. Zo. Hé. Heerlijk. Hier hou ik nou van. Waarvan? Nou, een overzichtelijke zaak. Oh, je hebt hem al opgelost? In theorie, ja. Nou, vertel maar dan. Een moord moet te maken hebben met de zaak waarvan Henk heeft vastgezeten. Kan. Straf alleen was niet genoeg. Mogelijk. Dus het enige wat wij hoeven te doen, is het dossier lichten. Mm-hmm. De naam van de moordenaar moet daarin voorkomen. Dus als jij dat dossier nou even uitzoekt... Ja, waarom ik? Omdat ik wat belangrijks heb te doen. Ik ook. Ik moet namelijk heel dringend even Hetty spreken. En jij? Ik ga... Zag je dat? Wat? Die verbaasde blik. De meeste mensen staan raar te kijken als er een pistool op ze gericht wordt. Jongens, dit geloven jullie niet. Dit hier is Henk Vaanhoff. Dat geloven wij best, hoor. Die is vanmorgen vrijgekomen uit de gevangenis nadat hij 8 jaar heeft gezeten. Buren niks gemerkt? Nee, een studentenhuis. Er loopt hier van alles naar binnen en naar buiten. Ja, met de markt hier voor de deur hoor je natuurlijk helemaal niks. Zit je 8 jaar in de bak, kom je thuis, vervolgens bang. Vandaar die verbaasde blik. Ja, het zal maar een verrassing geweest zijn, hè. Het enige wat wij moeten weten is wie heeft er het geduld gehad om hier 8 jaar op te wachten. Zo. Hé. Heerlijk. Hier hou ik nou van. Waarvan? Nou, een overzichtelijke zaak. Oh, je hebt hem al opgelost? In theorie, ja. Nou, vertel maar dan. Een moord moet te maken hebben met de zaak waarvan Henk heeft vastgezeten. Kan. Straf alleen was niet genoeg. Mogelijk. Dus het enige wat wij hoeven te doen, is het dossier lichten. Mm-hmm. De naam van de moordenaar moet daarin voorkomen. Dus als jij dat dossier nou even uitzoekt... Ja, waarom ik? Omdat ik wat belangrijks heb te doen. Ik ook. Ik moet namelijk heel dringend even Hetty spreken. En jij? Ik doe het wel weer even. Cardozo is zo terug. Oh ja, tuurlijk. Hetty. Venus. Zo. Ja? Ik zou je even willen spreken. Moet dat nu? Nee, nou ja, het kan ook vanavond. We kunnen ergens wat gaan eten of zo. Jeetje, Rinus. Zal ik iets luchtigs aantrekken? Ja, Hetty, het is serieus. Ik heb gewoon het idee dat het niet zo goed met je gaat. Oh, mij gaat het prima, hoor. Gaat het met jou wel goed? Nou, mijn moeder die kon dagen zitten huilen. Totdat Henk Vaanhoff in haar leven kwam. Ja. Zo'n leuke man. Kon ze eindelijk weer lachen. En drinken natuurlijk. Veel drinken. En dan begon Henk te slaan. Nee, later pas. Hij was zo'n kleine scharrelaar. En als hij dan weer eens pech had gehad, nou, dan reageerde hij dat af op mijn moeder. Niet op jullie? Nee.
Voor ons had hij wat anders in gedachten. Zoals? Op een avond kwam hij onze kamer binnen. Mijn moeder was ziek of zoiets. Dat hij zin had in wat gezelligheid, zoals hij dat noemde. En of mijn zus daar ook geen behoefte aan had. En ik lag ernaast. Het andere bed. En ik hoorde haar huilen. In het begin dan. Later huilden ze niet eens meer. En heeft hij u ook misbruikt? Daar zorgde mijn zus voor. Als die lul naar mij keek, dan drong ze zich aan hem op. Dan heb ik jaren geduurd voordat mijn moeder erachter kwam. Maar daarna gebeurde het niet meer. Ze kon niet tegen hem op. Hij lachte eruit. Nee, het ging maar door. Totdat hij de fout in ging en voor 8 jaar de bak in draaide. Had een of andere kerel met een stuk glas zijn nek doorgesneden. En uw moeder heeft nooit iets tegen de politie gezegd over wat er zich bij u thuis afspeelde? Nee. Mijn moeder heeft alle pillen die ze had opgespaard weggespoeld met een fles whisky. Mijn zus en ik hebben het er nooit meer over gehad. Na 8 jaar kwam Henk vrij en heeft iemand hem vermoord. Heeft u enig idee wie dat geweest kan zijn? Ik was het niet, als u dat soms denkt. Mijn collega wil u niet beschuldigen, maar ik... Nee, natuurlijk. Jullie moeten moord oplossen. Ja. Dus wij zijn op zoek naar alibis en motieven. Ik woon en werk in Antwerpen. Ik presenteer daar een consumentenprogramma overdag op de radio. En uw zus, heeft u daar nog contact mee? Zeker. En waar verblijft u momenteel? Hetty. Nou, dat zou u toch moeten weten. Ze werkt nota bene bij de politie. Onze Hetty. Mevrouw Grijpster even bellen. Nogal dringend. Cardozo. Zoek even alles uit over die vechtpartij in de gevangenis, hè? Ja, zo kan ik het ook. Neem me niet kwalijk dat ik u heb laten wachten, maar dossiers worden verwisseld. Ja, ze raken zoek. Precies. U begrijpt dat deze informatie vertrouwelijk is? Ja, uiteraard. Wordt alleen maar gebruikt in het kader van deze zaak. Het was een triest geval, ik herinner het me nog wel. Het meisje Hetty Mulder werd jarenlang misbruikt door haar stiefvader. Jezus. Ja, en er was ook sprake van een zusje. En een moeder, was er nou geen moeder? Zeker wel, maar dat is nou juist het ongelukkige. Of misschien eigenlijk niet. Ze pleegde zelfmoord, maar zo kwam de zaak wel aan de oppervlakte. En zijn de beide meisjes onder onze hoede gekomen. Heeft die moeder zelfmoord gepleegd omdat ze wist wat er met de dochter gebeurde? Dat zullen we nooit weten. Wat wel zeker is, is dat mevrouw Vaanhof een labiele vrouw was. Mm-hmm. Wie? Mevrouw Vaanhof. Nee, ze heette toch Mulder? Nee, haar kinderen wel. Maar zij heette Vaanhof. Mulder is, neem ik aan, de naam van haar eerste echtgenoot. De man met wie ze hertrouwde heette... Of tenminste, volgens mijn papieren dan. Hetty hield de naam van haar vader net zoals haar zusje. Carla. Klopt. Kunnen ze roken een smerige wanden? Dit is Carla Konings. Ze was al in de stad. Grijpster. Carla Konings. Ik hoorde van de moord. U huurde de woning waar de moord heeft plaatsgevonden? Ja, maar ik woon er niet meer. Mijn man en ik wonen in Antwerpen. Hij houdt de woning aan als pied-à-terre. Hij moet regelmatig in Amsterdam zijn. Het huis staat op naam van het slachtoffer. Hij was mijn stiefvader.
Henk Vaanhoff is uw stiefvader. Was. Hij is dood. Zo. U klinkt nogal tevreden. Dat ben ik ook. En kunt u ons ook vertellen waarom? Dat is een verdiende loon. Hij neukte mijn zus en heeft mijn moeder tot zelfmoord gedreven. Na de dood van Henk Vaanhoff nog contact gehad met uw zus? Nee. Echt niet? Nee. Dat is toch vreemd. De man die jullie zulke vreselijke dingen heeft aangedaan, wordt op de dag van zijn vrijlating overhoop geschoten. Dat moet voor jullie toch een feestdag geweest zijn. Jullie hebben niet met elkaar gebeld. Ik hoorde het pas later. Hetty wist het meteen. Op het moment dat de melding binnenkwam, was zij op de hoogte. En ze heeft niet met u gebeld. Nee. Ik kan het maar moeilijk geloven, mevrouw. Dat spijt me. We kunnen alle telefoongesprekken checken. Dat neem ik aan. Denkt u dat uw zuster uw stiefvader vermoord heeft? Nee. Wat de man ook gedaan mag hebben, hoe walgelijk de feiten misschien zijn, moord is een misdrijf. En het moet worden bestraft. Dat ben ik niet met u eens. Degene die dit gedaan heeft, die verdient geen straf. Die verdient een stoel in de hemel. Uw zus had belang bij zijn dood. Voor ons was dat hele gedoe afgedaan. Het is heel lang geleden. Wij hebben er geen last meer van. Oh nee? Wist u dat Hetty s'avonds bijverdiende als callgirl? Deed ze dat voor de lol, denkt u? Nou, ik begrijp niet wat dit met de zaak te maken heeft. Sorry hoor, maar dit zijn toch privézaken? Ja, dit zijn haar privézaken. En daar wil ik niet over praten en daar hoeft u al helemaal niet over te oordelen. En wat Henk Vaanhoff betreft, daar hebben we het nooit meer over gehad. Daar was ook geen reden voor. Ja, die man die was voor ons al lang dood. Ik heb net contact gehad met België en Carla heeft inderdaad daar een radioprogramma. Maar... Kom op, Cardozo, maak er geen circus act van. Het programma op de dag van de moord was van tevoren opgenomen. Wat ik het allerliefst zou willen. We zouden de zaak natuurlijk ook gewoon kunnen laten rusten. Wat wij weten, dat weet verder niemand. Ik heb voor het eerst in mijn leven gedacht, misschien moeten we deze hele zaak maar vergeten. Maar? De commissaris vraagt naar jullie. Donder toch op, uitslover. Sorry. We hebben een prachtig beroep, heren, dat mogen jullie niet vergeten. Het is nuttig voor de maatschappij. Mooi, voor de mensen. Ja. De kinderverkrachter wordt doodgeschoten en wij mogen achter zijn slachtoffer aan. Dat is heel mooi. Ik kan niet geloven. Ik kan nog steeds niet geloven dat Hetty die man heeft doodgeschoten. Ze had een motief en geen alibi. Dat weet jij helemaal niet. Jij hebt haar helemaal niet gesproken voor zover ik weet. Ik heb haar gesproken, net na de moord. En als je iemand hebt doodgeschoten, dan ben je niet zo cool, zo zonder emotie. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Rines. Ze wist precies hoe ze het onderzoek moest vertragen. Ik ben bang dat de adjudant gelijk heeft. Daar ligt een duidelijke relatie.
Dat kunnen we niet negeren. Maar als je wilt, haal ik je van de zaak. Sans rancune. Na de dood van Henk Vaanhoff nog contact gehad met uw zus? Nee. Echt niet? Nee. Dat is toch vreemd. De man die jullie zulke vreselijke dingen heeft aangedaan, wordt op de dag van zijn vrijlating overhoop geschoten. Dat moet voor jullie toch een feestdag geweest zijn. Jullie hebben niet met elkaar gebeld. Ik hoorde het pas later. Hetty wist het meteen. Op het moment dat de melding binnenkwam, was zij op de hoogte. En ze heeft niet met u gebeld. Nee. Ik kan het maar moeilijk geloven, mevrouw. Dat spijt me. We kunnen alle telefoongesprekken checken. Dat neem ik aan. Denkt u dat uw zuster uw stiefvader vermoord heeft? Nee, helaas niet. Is er iets dat ik zou moeten weten, Rinus? Het plaatst onze Hetty in een geheel nieuw daglicht. En op de een of andere manier verbaast het me niet echt. Maar wat wil je ermee, Rinus? Valt me niet. Er gebeuren de laatste tijd dingen die... Voorbeelden? Er verdwijnen dossiers. Grosse nipper. Er worden dingen gekopieerd die helemaal niet gekopieerd mogen worden. En dat allemaal door Hetty? Dat weet ik niet. Waarom zou ze dat doen? Misschien omdat ze gechanteerd wordt door iemand die van haar dubbelleven af weet. Dat is natuurlijk mogelijk, ja. Ze reageert op geen van de bekende telefoonnummers. Nou, geef haar nog maar even de tijd. Er valt intussen genoeg te doen. Of lost adjudant Grijpstra de zaken tegenwoordig in zijn eentje op? Liever niet. Adjudant? Cardozo, kleine vriend. Ik heb net heerlijk geluncht. Ik heb een voorraadje meegenomen, maar volgens mij vrees je nog wel een paar broodjes over. Ik heb net de tosti op. En ik heb de naam van die gozer met wie Vaanhoff in de gevangenis heeft gevochten. Wat, vertel. Hogedoorn. Hogedoorn? Tony Hogedoorn, maar die is toch... Nee, René. Maar ze zaten een paar maanden vast voor iets onbenulligs, volgens die directeur dan. De man die alles weet. Dus het toeval, familie. Nou, laten we eens kijken waar ze uithangen. Boterdiepstraat 24, 2 hoog. Grote cadeauzo. Toch geweldig. Heb jij dat gevoel nou ook? Welk gevoel? Nou... Dat we Brigadier de Gier helemaal niet nodig hebben. Dat gevoel heb ik al jaren. Moeten jullie voor mij? Nou, we komen niet voor u, mevrouw. We zijn op zoek naar René. Waarvoor? We willen hem een paar vragen stellen. Oh, wat dan? Nou, dat... Mijn collega bedoelt dat we René graag een paar vragen zouden willen stellen. Dus we willen weten waar hij uithangt. Weet ik veel. Ja, zo'n jongen is volwassen, hè? Dat zou je anders niet zeggen. Hè? Een paar weken geleden heeft hij gevolgd in de gevangenis met Henk Vaanhoff. Nou en? Nou, Henk Vaanhoff is nu dood. Zal ik jou eens wat zeggen, meneer de kloteagent? Mijn zoon Tony is dood en dat heeft die kankerleier van de Vaanhoff gedaan. Dus ik ben blij dat hij is omgelegd. Maar daar heeft mijn Renéetje helemaal niks mee te maken. En ik weet niet waar hij is. Dus sodemiet er nou mijn huis maar uit. Hup, weg, iedereen. Move. Beetje tempo, jongens. Ja. KX. Ja. Oké, dankjewel. Die woning staat op naam van Vaanhoff, maar de huur is de laatste jaren betaald door Carla Koning. Wat wil je ermee, Rinus? Dat bevalt me niet. Er gebeuren de laatste tijd dingen die... Voorbeelden? Er verdwijnen dossiers. Grosse nipper. Er worden dingen gekopieerd die helemaal niet gekopieerd mogen worden. En dat allemaal door Hetty? Dat weet ik niet. Waarom zou ze dat doen? Misschien omdat ze gechanteerd wordt door iemand die van haar dubbelleven af weet. Dat is natuurlijk mogelijk, ja. Ze reageert op geen van de bekende telefoonnummers. Nou,
Geef haar nog maar even de tijd. Er valt intussen genoeg te doen. Of lost adjudant Grijpstra de zaken tegenwoordig in zijn eentje op? Liever niet. Adjudant? Cardozo, kleine vriend. Ik heb net heerlijk geluncht. Ik heb een voorraadje meegenomen, maar volgens mij vrees je nog wel een paar broodjes over. Ik heb net de tosti op. En ik heb de naam van die gozer met wie Vanhoff in de gevangenis heeft gevochten. Wat, vertel. Hogendoorn. Hogendoorn? Tony Hogendoorn, maar die is toch... Nee, René. Maar ze zaten een paar maanden vast voor iets onbenulligs, volgens die directeur dan. Ah, de man die alles weet. Dus het toeval, familie. Nou, laten we eens kijken waar ze uithangen. Boterdiepstraat 24, 2 hoog. Grote Cardozo. Toch geweldig. Heb jij dat gevoel nou ook? Welk gevoel? Nou, dat we Brigadier de Gier helemaal niet nodig hebben. Dat gevoel heb ik al jaren. Moeten jullie voor mij? Nou, we komen niet voor u, mevrouw. We zijn op zoek naar René. Waarvoor? We willen hem een paar vragen stellen. Oh, wat dan? Nou, dat... Mijn collega bedoelt dat we René graag een paar vragen zouden willen stellen. Ze willen weten waar hij uithangt. Weet ik veel. Ja, zo'n jongen is volwassen, hè? Dat zou je anders niet zeggen. Hè? Een paar weken geleden heeft hij gevolgd in de gevangenis met Henk Vaanhoff. Nou en? Nou, Henk Vaanhoff is nu dood. Zal ik jou eens wat zeggen, meneer de kloot-agent? Mijn zoon Tony is dood en dat heeft die kankerleier van de Vaanhoff gedaan. Dus ik ben blij dat hij is omgelegd. Maar daar heeft mijn Renéetje helemaal niks mee te maken. En ik weet niet waar die is. Dus zodem ik er nou mijn huis maar uit. Hup, weg, iedereen. Move. Beetje tempo, jongens. Ja. KX. Ja. Oké, dankjewel. Die woning staat op naam van Vaanhoff, maar de huur is de laatste jaren betaald door Carla Konings. Goedemiddag. Ik wist niet dat jij je weer met de zaak bemoeide. Je kan toch helemaal niet zonder mij? Maar volgens mijn informatie woont ze er niet permanent. Ik heb een nummer van haar in Antwerpen. Nou, dan moet je maar eens nagaan of er een relatie is tussen die Vaanhoff en die Karin. Carla. Carla. Venus, kom eens even. Dus ik heb iets heel ergs gedaan vandaag. Ik heb een reisje geboekt voor 2 personen. Naar Barcelona. Daar wilden ze altijd al naartoe. Dus ik ben vandaag naar het reisbureau gegaan. In werkuren natuurlijk. Hè. Dan heb ik een pak geld neergelegd. En voor het eerst in 6 jaar. Rinus. We lullen eromheen. Ja. We hebben 2 wegen bewandeld. Maar we zijn op hetzelfde pad uitgekomen. Ja. Weet je wat ik het liefste zou willen? Wat ik het allerliefst zou willen? We zouden de zaak natuurlijk ook gewoon kunnen laten rusten. Wat wij weten, dat weet verder niemand. Ik heb voor het eerst in mijn leven gedacht, misschien moeten we deze hele zaak maar vergeten. Maar? De commissaris vraagt naar jullie. Donder toch op, uitslover. Sorry. We hebben een prachtig beroep, heren. Dat mogen jullie niet vergeten. Het is nuttig voor de maatschappij. Mooi voor de mensen. Ja. De kinderverkrachter wordt doodgeschoten en wij mogen achter zijn slachtoffer aan. Dat is heel mooi. Ik kan niet geloven. Ik kan nog steeds niet geloven dat Hetty die man heeft doodgeschoten. Ze had een motief en geen alibi. Dat weet jij helemaal niet. Jij hebt haar helemaal niet gesproken, voor zover ik weet. Ik heb haar gesproken, net na de moord. En als je iemand hebt doodgeschoten, dan ben je niet zo cool, zo zonder emotie. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Rinus. Ze wist precies hoe ze het onderzoek moest vertragen. Ik ben bang dat de adjudant gelijk heeft. Er ligt een duidelijke relatie. Dat kunnen we niet negeren. Maar als je wilt, haak je van de zaak. Sans rancune.
na de dood van Henk Vaamhoff nog contact gehad met uw zus? Nee. Echt niet? Nee. Ja, dit zijn haar privézaken. En daar wil ik niet over praten en daar hoeft u al helemaal niet over te oordelen. En wat Henk Vaamhoff betreft, daar hebben we het nooit meer over gehad. Daar was ook geen reden voor. Ja, die man die was voor ons al lang dood. Ik heb net contact gehad met België. En Carla heeft inderdaad daar een radioprogramma. Maar... Kom op, Cardozo, maak er geen circus act van. Het programma op de dag van de moord was van tevoren opgenomen. Ze zei dat dat normaal is. Die man van de radio zei het ook. Ze nemen in 2 dagen het programma voor de hele week op. Ja, waar ze dan precies geweest was, dat wist ze niet meer. Gewinkeld en zo. Dat geeft er behalve een motief ook gelegenheidje. Net als de zuster. Jij vergeet de familie Hogedoren. Die Renéetje, die heeft dan net zo'n strafblad als zijn broer voordat hij werd doodgeschoten. Ik vind het motief van Hetty sterker. Waarom ging ze er anders vandoor? Omdat ik achter haar dubbelleven gekomen was. Omdat zij bang was dat we erachter zouden komen dat ze daar documenten kopieerde. Precies op die dag wordt de aanstichter van alle ellende, die wordt voor zijn raap geschoten. Het is wel allemaal erg toevallig. Dat soort toeval bestaat. Ach, maar rot toch op. De Gier. Ja. Oké. Ja. Ja. Nee? Sorry, ik moet even weg. Nee. Wat? Zijn er ook harde bewijzen tegen die zuster van Hetty? Een wapen? Heeft iemand er opgemerkt? Verse sporen in het huis? Ik vrees van niet, nou ja. Het zijn alleen maar verdenkingen. Ja. Sorry, mag ik heel even? Ja, natuurlijk. René Hogendoorn is opgepakt. Ja, nee. Hij zit in Alkmaar. Hij is betrapt bij een winkeldiefstal. Ja, wat sta je hier dan nog? Nou, ga die gozer halen. Ja. Betrapt bij een winkeldiefstal. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar wat een toeval.